Oké, onze eerste mededeling is: mensen die met Ramadan meedoen, niet kijken naar deze video. Niet, je gaat honger krijgen. En dat willen wij niet. En veel succes met de Ramadan, oké? Oké, hallo YouTube. We gaan vandaag koekjes testen van internaat. Dus de eerste hebben we deze. Ik weet niet wat dat is. Ja, dit. Suikerwafel. Dit. Een transitpan. Ja. Oké, dus onze eerste koek is de Le Petit Carré Abricot. Ja. Waarschijnlijk is dat gewoon een kleine vierkant van abrikoos in Nederland. Dat is dit, oké. Dus de bedoeling is eigenlijk dat we die in de helft gaan doen. Oei. En dan gaan we die volledig opchappen, ook al vind je hem kankervies. Ja, en dan gaan we zo met van die prentjes reten wat we vinden van deze koek. Oké. Ik ga die in de helft doen. Dat maakt niet uit als het niet perfect is. Jij mag deze stukje. Ik weet niet of ik die lust. Oké. Dat is de binnenkant. What the hell. Oké. Laten we proberen. Ik heb al een kaartje. Ik vind die nog best wel lekker. Ik vind al dat deze wel is. Ik vind hem niet lekker. Ik wel. Oké, nu moet je die volledig opchappen. Ik geef die een 9 op 10. Ja, een 4. Oké. Dit meisje moet je ook nog even opchappen. Jij mag de volgende koek kiezen. Een Franse pan. Oké. We gaan maar. Oh. Oké, die gaan we subiet in de helft doen. Oké, jij krijgt het grootste stukje, want ik weet niet wat ik dat is. Jij krijgt ook het grootste stukje. Oké, het eerste dat we gaan opeten is dit. Dat wit. Het doel. Niet denken, maar. Oké. Ik vind die wel lekker. Oké. En nu de koek. Ja. Even kijken. Oma's aan de top. Ik weet niet wat ik erover moet denken. Dus gewoon een coole alien. Laat even weten in de reacties wat dat jullie lievelingskoek is. Hoeveel geef je hier op 10? Dat wit spul, een 8. In de koek, 7,5. Ik heb dat wit spul, ja, die glazuur, 8,6 of zo. En die koek geef ik een 5. Deze koek is droog. Ja. We konden try dit koekje. Jij mag die open doen. Maar ik ben keischeef, maar dus jij mag het in twee doen. Ja, ik ben daar ook scheef in, dus. Oké, dat viel nog best wel mee. Ja. Oké, Oh, maar dat smelt nu al op mijn vingers. Bij mij ook. Dit is mij. Oké, dat is zo'n koekje. Dat is een prinsenkoek met een fucking chocoladelaag. Ja, oké. Mm-hmm.
Het is fijn. Ik vind het wel een 9. Maar dat is precies gelijk ananas op pizza, weet je? Ja. Dat is zo, je hebt zo die lekkere smaak en dan ineens voel je zo een hele andere smaak, hè? Ja. Oké, ik vind dat wel een 9,3 of zo. De laatste koek. En de beste waarschijnlijk. Ja, een suikerwafel. Ik denk wel dat die lekker gaat zijn. Ja, ineens was deze video gestopt met. Oké. Okay. Phil men kweet nij het warm des doe je.